Meneer Olans, voor uw vraag aan de staatssecretaris Wattelet. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de staatssecretaris, collega's. Het luchthavenakkoord van 2010 is niet meer. Het is volledig te Londen gaan aan knoeiwerk, aan het negeren van adviezen. 2 jaar na het akkoord heeft de keizer geen kleren meer aan. Allereerst negeert u de Vlaamse regering. Zij hadden als voorwaarde gesteld dat de spreiding van de routes over de Noordrand moest gerealiseerd worden. En dat was een harde randvoorwaarde. U veegt die onder de mat. U pleegt zelfs geen overleg. Minister Schouwvliegen heeft deze week in het Vlaams parlement gezegd dat ze het compleet oneens is met u. Dat zij die randvoorwaarden nog steeds eist en dat ze op korte termijn overleg wil. Wij blijven die voorwaarden eveneens op tafel leggen. Wij blijven daar keihard op doorgaan, als het moet, tot in het overlegcomité. Een tweede punt, en dat heb ik u al gezegd, is dat een aantal van uw routes niet uitvoerbaar zijn omwille van veiligheidsredenen. U hebt dat 2 weken geleden staalhard ontkend. Ik heb u toen gezegd dat ik op zoek zou gaan naar de adviezen van Belgocontrol waarin staat dat die niet veilig zijn. Meneer staatssecretaris, ik heb ze hier voor u. Ik zal er misschien een aantal stukjes uit voorlezen. Ja, maar niet te lang. Niet te lang. Wees gerust. Het concept is operationeel en technisch niet haalbaar. Bijkomende risico's ontstaan op incidenten of botsingen. Belgocontrol herhaalt zijn negatief standpunt ter zake. Alweer een veiligheidsrisico. Meneer staatssecretaris, als u dit doet, als u hier bewust voor kiest om deze routes uit te voeren, dan brengt u de luchthaven en de omwonenden in gevaar. Ik heb voor u 3 vragen. 1. Blijft u de voorwaarden die het Vlaams gewest heeft gesteld negeren? En wanneer gaat u over tot overleg? 2. Hoe verklaart u dat u hier in dit parlement het negatief advies van Belgocontrol hebt achtergehouden en nog hebt ontkend wat erin stond ook? En 3. Gaat u effectief die routes uitvoeren waarvan Belgocontrol nu al zegt dat ze onveilig zijn? Gaat u zo de veiligheid van ons luchtverkeer op het spel zetten? Bedankt, meneer Olans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil ten eerste meneer Olans bedanken, omdat eindelijk heb ik vragen gekregen. Omdat ik heb uw vraag gekregen in mijn kabinet deze morgen en daar staat uw vraag. Luchtvaartakkoord 2010. Dus geen eigen vraag erop geschreven. Gelukkig ben ik op de website van de N-VA geweest en daar heb ik de vraag kunnen lezen. Voilà. Dus u hebt op de... Op uw website, daar is de vraag geschreven, daar, dus voilà, dus nu, dat is, nu weten wij hoe jullie, hoe... Dus, misschien waren jullie bang om de vragen te stellen, ik weet het niet, of misschien hebben jullie bang van een parlementaire debat, voilà. Maar dus, nu eindelijk zal ik antwoorden en opnieuw meneer de voorzitter, ik betreur ook een beetje de manier hoe jullie een beetje met het parlement proberen nu te spelen als oppositiepartij, omdat jullie hebben al die vraag in de commissie gesteld, ik heb u al een antwoord gegeven en ik zal het opnieuw herhalen. Dus, ten eerste, en meneer Jan Bon, Ik weet dat jullie weinig respect hebben voor parlementaire debat, maar laat eindelijk. Maar mag ik mij. C'est impossible de répondre, president. Impossible de répondre. Dus. Monsieur. Attends. Jullie willen geen. Attendez. Monsieur le secrétaire d'État. Je donne la parole à monsieur Jan Bon, puis vous répondez et je demande aux membres de l'Assemblée d'écouter et de réagir quand vous aurez terminé. Ik mag niet antwoorden. Mais attendez, vous allez, monsieur Jan Bon,
Je ne sais pas si c'est pour réchauffer la température extérieure, mais il y a beaucoup d'excitation aujourd'hui. Allez, meneer Jambon. Meneer de voorzitter, ik begrijp dat de staatssecretaris in moeilijke papieren komt met deze vraag van meneer Wollans. De vraag is in het commissie gesteld en beantwoord met verkeerde informatie op dat moment. Ondertussen, tussen de vraag in commissie en deze plenaire zitting, zijn er nieuwe elementen opgedoken, namelijk een advies van Belgocontrole. En daardoor heeft meneer Wollans niet meer dan gelijk van hier vandaag de staatssecretaris te confronteren met die verkeerde informatie die we in de commissie gekregen hebben. Hij heeft overschot van gelijk en dat getuigt van respect voor het parlementaire debat. En informatie achterhouden, dat is juist disrespect voor het plenaire. La réponse du secrétaire d'État, s'il est interrompu, j'interromps et je dis que l'incident est clos et je renvoie en commission la semaine prochaine. Mag ik eindelijk antwoorden? Dat is vriendelijk, maar dat is toch beter als je een antwoord mag geven. Ik heb natuurlijk de advies van Belgocontrole kunnen lezen van 2010. Die heb ik natuurlijk in het dossier. Dat werd gevraagd door meneer Schoepen. En ik heb die natuurlijk gekregen. Daarom heb ik in de tussentijd, sinds de maand januari, al twee keren berichten gestuurd aan Belgocontrole om het regeerakkoord te kunnen uitvoeren. Wat kan een uitvoerende macht beter doen dan het regeerakkoord uitvoeren en daarvoor de nodige adviezen te vragen aan de instelling die de zekerheid en de veiligheid van de luchtvaarttrafiek in Zaventem moet verzekeren. Wat anders zou ik kunnen doen? Er is een akkoord van de vorige regering in 2010 tussen de verschillende leden van die meerderheid. Die akkoord werd bevestigd in mijn regeerakkoord. Ik moet dit uitvoeren. Als je het met ons mee had willen uitvoeren, hadden jullie dat moeten onderhandelen. Jullie hebben die keuze niet gedaan. Jullie hebben die keuze niet gedaan. Nu zal ik die akkoord uitvoeren. En daarvoor heb ik twee keren al brieven gestuurd aan Belgocontrole om te zeggen hoe kunnen wij die uitvoeren zonder enige risico te nemen qua veiligheid. Ik heb dus die twee berichten al gestuurd aan Belgocontrole. En met technische vragen op basis van hun vragen, om natuurlijk de veiligheid te verzekeren. Dus ja, ik zal dit akkoord uitvoeren. Ik ben lid van een regering en mijn opdracht is een regeerakkoord uitvoeren. Maar ik zal natuurlijk nooit enige risico nemen qua veiligheid. En dat is natuurlijk in die zin dat ik de vragen heb gesteld aan Belgocontrole. En op basis van hun advies, natuurlijk zal ik die akkoord uitvoeren, maar zonder ooit enige risico te nemen qua veiligheid. Bedankt, meneer de staatssecretaris. Meneer Wollans, voor uw repliek. Goed, ik denk dat we al één feit hebben. U ontkent mijn gegevens niet. Meneer Wattelij, u ontkent mijn gegevens niet. Klopt, hè? De gegevens die ik hier heb, de adviezen van Belgocontrole. Voilà, u heeft die gelezen, u was daarmee akkoord. De vorige staatssecretaris wist dat ook. In 2010 zijn er adviezen geweest, in 2011 zijn er adviezen geweest. En bepaalde zaken komen telkens opnieuw in die brief van Belgocontrole terug. U maakt een akkoord dat technisch niet haalbaar is, dat niet realiseerbaar is. En nu zegt u, ik kan niet anders dan het uitvoeren. Waar u voor moet instaan, is de veiligheid van het luchtverkeer. En als u een idioot akkoord maakt, dat technisch niet in orde is, dat de veiligheid van ons allemaal in het gedrang brengt, dan bent u fout bezig. Als u dat, wetens en willens, dan in het parlement komt verkondigen dat er geen enkel probleem is, dat het allemaal kan uitgevoerd worden, dat de wet gaat doen. U heeft dat gezegd. Heb ik dat in het Nederlands gezegd? U heeft in het Nederlands gezegd, meneer Wollans, u vergist zich. U heeft gezegd, meneer Wollans, u vergist zich. Als u zegt dat bepaalde zaken niet kunnen worden uitgevoerd, dat heeft u gezegd. Wel, dit bewijst dat dat wel zo is, dat er effectief dingen zijn die niet uitgevoerd kunnen worden. En ik roep bij deze dan ook op aan de collega's van CD&V om hun minister in de Vlaamse regering te steunen, om ervoor te zorgen dat de voorwaarden die Vlaanderen oplegt, dat die worden gerespecteerd. En dat we ervoor zorgen dat het vliegverkeer op een veilige manier wordt uitgevoerd. En...
Allee, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Goed, iedereen is er boos over, maar ik wil dat de veiligheid wordt gerespecteerd en dat we hier tot een goed akkoord komen. Gelijk tussen het Brussels gewest en het Vlaams gewest. En daar zal ik u telkens opnieuw op afrekenen.